is belangrijk omdat we steeds beter weten dat de allereerste periode van het leven van groot belang is voor later. Heel veel verschillende factoren in de eerste levensjaren, zoals de voeding, de leefomgeving, denk aan luchtverontreiniging, bepalen voor een belangrijk deel de toekomst van deze kinderen. En als we die toekomst willen verbeteren, dan moeten we ook meer begrip hebben over die eerste levensjaren om daar vervolgens iets in te kunnen veranderen. Ik hoop dat we in korte tijd beter weten wat we moeten doen om de toekomst van uw generatie te verbeteren. En dat wil zeggen dat wat we vinden wat betreft onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk vertaald wordt naar de praktijk. Daarom hebben we met het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de TU Delft het convergentieprogramma Healthy Start opgezet. En dit programma zal veel impact hebben op nieuwe generaties in de toekomst.